markt van Bargen. En hier okay. halen we spullen op. Van mensen. En verkopen dat weer verder. Ja. We hebben op de rommelmarkt verschillende afdelingen. Ik laat u afdeling voor afdeling weten wat er te koop is. We beginnen met de spelletjes. Je hebt hier spelletjes als Dolhof en kleine spelletjes, Pimpampet, Ludo en van alles, Rummy Cup. En grotere spellen, spellen voor kleine kinderen, puzzels en ook spellen. En zo gaat het dus nog wel even door. En echt kijk. Dit zijn nou typisch puzzels die ook heel veel op de rommelmarkt zijn, maar gewoon nog heel goed zijn. Het zijn echt gewoon superleuke puzzels voor kinderen. En 9 van de 10 keer ook nog compleet. Ja, kijk, dit is nog helemaal compleet. Dit is het servies. Je kunt hier van alles kopen, eigenlijk alles wat je nodig hebt qua servies. Bordjes, kopjes, bakjes, schaaltjes, glazen, weet ik het wat allemaal, wijnglazen, bierglazen. Eigenlijk alles wat om kopjes gaat, nog van die cola, merkglazen, rolls. En hier heb je dan nog de speciale glazen. Kijk, die hele grote of deze met allemaal dingen erop. En hier deze. Een plastic bak en keukengerei. Waarschijnlijk is dit nog niet alles, maar er staat al wel wat. Allemaal bidons en schoolbekers. Zoals hier allemaal schoolbekers. En kijk, dit zijn van die bekers. Daar kun je fruit in doen en iets van milkshake mee maken. Als je dit zo, dit plet het fruit, dit wat hierin zit. En dan kun je zo schudden. En hier heb je koffie, warmhoutbekers van die thermoskannen. En hier heb je nog wat thee. En hier heb je allemaal koffiepompen. En ranja, inschenkbekers van die dingen. En hier pompje voor de ranja. En je hebt ook gewoon hele aparte. Het is allemaal te koop. We hebben schoolbakjes en ook nog 3 schoolbekers. Ik weet ook niet waarom die hier staan. Maar ja, gewoon Feyenoord, Willem 2, een deksel ervan. Van alles, echt. Het is allemaal mogelijk hier. Dit is de mandjesvoorraad van ja, nu. Ja, niet heel veel, maar ik weet niet of er nog wat bij komt. Ook allemaal dienbladen. Ja, dienbladen, ja. En ja, ja die heb je er ook wel. Onderzetters hier. Oh, oké. Okay. Dus ja. Hier staan alle fietsen en sporttoestellen en dat soort dingen. Heb je step, skelters hebben we vooral heel veel dit jaar. En natuurlijk heel veel fietsen. Dit is onze hele verzameling van dit jaar. Het is best wel veel vergeleken met andere jaren. En hey, wie hebben we daar? Ja, die dingen kan je hier dus ook kopen. Oh, dit is ons antiek. Ja, eigenlijk kan ik er niet over om zeggen. Er is van allerlei dingen, voor alles en nog wat. Zoals je wel kan zien. Zelfs dit is antiek. Nee, ik ben geen antiek, maar dit wel. Ja, oké, dat kopje wel. En hier zijn stoelen en tafels en bank. Dat is geen bank. Wat anders. En allemaal oude potten en alles. En ja. En ja, allemaal oude dozen, heel mooi. Ja. Klokken, borden en hier van alles. Koffers. Echt heel veel. En kijk, wat is hier? Zelfs super antiek bestek. Nou, dit is onze boekenverzameling. Zoals je ziet hebben we echt heel veel boeken. Kinderboeken, maar ja, eigenlijk voor alle andere jaren hadden we ook volwassenenboeken. Ik weet niet of die nu nog gaan komen. En ook hier boekjes die ze op scholen hebben. Veilig leren lezen van Zwijsen. En het is heel makkelijk, dan kan een kind ook thuis oefenen. En echt heel veel niveau en heel veel boekjes. Ja. Allemaal boekjes, hier boekjes. Hier ook fanboeks, volgens mij. Ik weet hier, nog meer boeken. Dit zijn de meer volwassene boeken, zoals ik u net ja, al zei. Die zijn niet en zo oud, die zijn nog niet volwassen, maar voor de volwassen mensen. Ja, kijk, dit is een rekenonderwijsboek, heel handig. En, wil je ook echt meenemen van de rommelmarkt? Kijk, dit is de Grote Oosthoek. En zo hebben we nog veel meer. Dit is de afdeling Kerst. En daar verkopen ze ook deze superleuke wasknijpers om kaartjes, kerstkaartjes aan te hangen. Super cute. En allemaal leuke dingetjes. En dan heb je hier ook nog een afdeling dingetjes en decoratie. Dus ja. Helemaal leuk. Ja. Tijdschriften. En ook paardentijdschriften. Zelfs de allerkleinste boekjes zijn te vinden op de rommelmarkt. Dit is namelijk het boekje. Lang en scheids Lilliput wordt een boek Duits-Nederlands. Dus het is een Duits-Nederlands woordenboek. Hier hebben we alle elektrische apparaten. Zoals je ziet zijn dat er best wel heel erg veel. Oude telefoons zijn hier. Dit valt onder computers, mobieltjes, radio's, televisies, alles. Zelfs een mooie radio. Ja, een rekenmachine. En super mooie toetsenborden. En ja, hier zijn allemaal printers.
alle schilderijsjes, fotolijstjes en decoratie. Zoals deze mooie dingetjes. En klokken hier ook wel. Mijn klokken liggen hier ook nog. En dat was het. Onze grasmaaiers. En gereedschappen. Auto gereedschap, zoals een dakkoffer en fietsdragers en zadels voor de fiets. Ja. Dit is de sportafdeling. Hier hebben we alle soorten sporten wat je maar wil. Paardrijden, hockeyen, alles. Zelfs golven. Jee, golven! Dit zijn nog meer grasmaaiers en zo. Dit is de autozitjes en baby dingetjes. Dus yay! Autozitje, kijk, dan kun je zo in de auto. Zo ja, dat is niet voor jouw leeftijd bedoeld, Edina. Nee, eigenlijk. Maar hey, zoekt u nog een autozitje? Of een wandelwagen? Heel goed. Of wat dan ook. Vakantiespullen. Ja, super handig. En hier ook gewoon prullenbakken. En hier barbecue. Eén tafels en zelfs nog twee super oude schooltafels. Dus oftewel, zoekt u nog een tafel? Kom dan hierheen en kijk of u wat leuks kan vinden. Yay. Voor weinig geld. Dit is al ons speelgoed. Ja, allemaal speelgoed. Dus en heeft u nog. Mini-trampoline. Ja, dus heeft u nog speelgoed nodig voor uw kind? Kom langs en kijk wat er te halen is. En ook Playmobil. En super mooie spontjes. Echt super leuk. Kijk, dit is helemaal mijn maat. Nee, eigenlijk niet. Ga maar niet doen. Maar super leuk allemaal. Dus heeft u nog speelgoed nodig? Whiteboard. En van die bubbies. Dus heeft u nog speelgoed? Dus heeft u nog speelgoed nodig hier? Ah, dat is wel lekker. Zelfs deze leuke skippy dingen. Waar je als 11-jarig meisje gaaf van afflikkert. Ik ben 12. Ook goed. En dat was het. Speelgoed. Onze knuffelbak. Ja. Dat is onze knuffelbak. En er komt waarschijnlijk nog veel meer. Dit zijn een beetje de drogisterijproducten die voor jezelf zijn. Dus ja, en hier bloemetjes en allemaal aan de decoratie spullen. En dan kom je hier de kussens en de dekens. En dan hier het laatste. De kassen. Als je in elke rommelmarkt of kringloopwinkel wel hebt, heel veel lampen. Van mappen. En hier staan nog wat rekenmachines en van alles. Babyafdeling. En met superveel dry nights. Hey! Wat ben je? Alle films en alle cd's en alle lp's en zo. En podiumdingen. Ja, ja, dit is papier, maar oké. Kijk, dit is dus gewoon een hele verpakking vol met allemaal papier. En hier heb je nog fietsetjes voor kinderen. En stoelen en tafels. En nog tuinkussens en een bedje. Hier heb je. Vazen en schalen. En potten. Ook helpen wij gewoon in de praktijk. Super veel speelgoed en pakjes. En een babypotje. Sorteren we ook alles. Een potje, allemaal. Dat hoort ook bij de baby's. En hier gewone spelletjes. Ook nog meer gewone spelletjes. En dat hoort ook bij de gewone spelletjes. En de speelgoed nog hier allemaal van afstand van lijn. En dit allemaal nog. En zo. Ja. Ja. Dat is bowling volgens mij. En die nog. Dat zijn babyblokken. Nou gaan we het speelgoed naar het speelgoed brengen. Yay! Yay. Gaan we het dus hier neerzetten. Het is hier neergezet. Helemaal toppie! Twee. Ja, we zijn allemaal tuinmeubels. Strandstoelen, tafels, van alles. Wat dit spul is, weten wij zelf ook niet heel goed. Vooral bloempotten. Dus ik denk dat het de bloempottenafdeling wordt. En waarom daar ergens een buggy stond, weet ik ook niet. Want er stond ergens een buggy tussen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden en naar de rommelmarkt komen. De rommelmarkt is op zaterdag 19 mei 2018. En het is bij Camping de Hekselaak in de Manegehallen. Ik hoop dat jullie komen. Bedankt voor het kijken. Doeg. Bedankt voor het kijken. Doei!